En eigenlijk weten we dat ook allemaal wel. Het is gezond eten, goed bewegen en slechte gewoontes thuis laten. En bij die slechte gewoontes wordt met name roken en te veel drinken. Dus matigheid. En de dag van vandaag is georganiseerd door de KBO. Samen met de Driemaster, de Stilo en de gemeente Kagen-Braassem. En ook met de tweesprong die deze hal gratis ter beschikking heeft gesteld. Alleen de vloer, daar hebben we wat met z'n allen aan moeten doen, heb ik begrepen. Maar een prachtig initiatief om datgene wat maatschappelijk nodig en nuttig is, te combineren met datgene wat we al hebben aan maatschappelijke instellingen. En zo moet het ook gaan. KBO is gericht op 50-plussers. Ik kreeg daar gisteren al een bericht over van, mag ik ook komen? Ik ben nog geen 50. En natuurlijk is dat zo, want gezond leven, dat begint in de wieg. En dat eindigt, als het goed is, bij als je 103 bent. Want als je alles braaf doet, dan word je ongeveer 103. We hebben steeds meer 100-jarigen in de gemeente. En die zijn nog kwiek, levenslustig en goed daarmee overwegend. Ja, een beursje voor 100-jarigen. Ik denk dat het een fantastische samenbrenging is van allerlei informatiebronnen voor iedereen die vragen heeft over gezond leven. Van bewegen tot hersengymnastiek kunt u vinden, workshops. Ik zal ze dadelijk ook eens even naar onder doen om te kijken. Ik hoorde al iemand die zei, ik begin niet aan die hersengymnastiek, want ik vertrouw de uitkomst niet. Maar ik zou u aanraden dat gewoon te doen, want het is gewoon leuk. Ik wens u allen een ongelooflijk fijne dag en ik hoop op heel veel bezoekers. En ik zou zeggen, als u geweest bent, twitter dat het leuk was en roep uw lotgenoten op om ook te komen. Ik ben Tom van der Zet en ik doe mijn maatschappelijk stage bij Fietsmakers. Ik zag deze stage op internet en het leek me heel erg leuk om hier stage te lopen, omdat ik zelf ook heel erg van fiets hou. We hebben bij Weidezorg een restaurant waar u voor een laag tarief van 6,35 mag eten, een driegangenmenu. En ik mag u een kaartje aanbieden waar u voor €5 het restaurant mag proberen. En nou, dan kan u ook meenemen. Het enige is even reserveren, dan weten we hoeveel mensen we kunnen rekenen. Susanne van der Kloet, ik ben gewichtsconsulent in Rijnbetering. Ik begeleid mensen die willen gaan afvallen, maar ook mensen die fitter willen worden, misschien wat meer willen gaan bewegen. Dus ik begeleid mensen naar een gezondere leefstijl. Ik kom bij de mensen thuis, in hun eigen omgeving. Dus we kunnen goed kijken wat mensen in de kast hebben staan of welke producten ze beter kunnen gebruiken. Ja, zeker Turkije, Griekenland, Kroatië.
Vind je dat interessant? Zo leuk is hij hoor. Nee, dat is gewoon. Ja. We hebben net een praatje gemaakt. Nou, van Activiete hebben wij allerlei soorten zorg aan huis, maar ook zorg in verzorgingsverpleeghuizen. Ik ben zelf wijkverpleegkundige, dus ik kom bij de mensen thuis om hun wonden te verzorgen. Maar ook terminale zorg is een stukje onderdeel van de zorg die wij thuis bieden. En we hebben ook onderdelen verzorging, dus mensen helpen met wassen, aankleden of steunkousen aan. En soms zien wij ook dat mensen met bijvoorbeeld ziektebeeld, dementie, ja, dat de mantelzorg daar best wel overbelast van raakt. Nou, dan hebben wij gelukkig collega's in het Hof van Alkmaar, daar hebben we een ontmoetingscentrum dementie. En daar is mijn collega... Ja, het ontmoetingscentrum dementie is voor mensen die nog thuis wonen, maar wel lijden aan een vorm van dementie. En wij kunnen 3 dagen in de week mensen opvangen. En buiten het feit dat we de mensen met dementie opvangen, is er ook een gespreksgroep voor de mantelzorg, zodat die ook ontlast wordt. Wij zijn van de organisatie Zonnebloem, hier in Kagen-Brasen, de regionale. En wij verkopen loten. Wij doen bezoekjes bij de gasten. Dat zijn gasten die moeilijk ter been zijn en niet zo makkelijk uit de deur komen. Ja. En die behoefte hebben aan een praatje. Okay. Plus dat we ook wat vakantietrips hebben voor ze. Ja. En een dagje uit met de boot. Zo doen wij van alles voor de Zonnebloem. Ik ben Riet Hekkenberg en ik sta hier in de kraam van de VPTZ Kagen Brasen. Wij zijn een stichting die bij mensen thuis komt als er een stervende is. Mensen die graag thuis willen blijven als ze weten dat ze gaan sterven. En als de mantelzorg het niet aan kan om dat helemaal in te vullen, dan komen wij momenten om daar op te passen of even naast het bed van de zieke te zitten, om wat kleine hand- en spandiensten te doen, zodat de mantelzorg even weg kan. En wij staan hier ook vandaag, omdat per 1 juli gaan wij samen met hospicegroep Jacobswoude. Die doen hetzelfde werk, ook bij mensen thuis, de stervende mensen thuis hulp bieden. En per 1 juli gaan we samen als één club verder. En dan wordt onze nieuwe naam, wordt Amandi Thuis. Dit is ons nieuwe logo. Wij gaan, Amandi betekent liefdevol. En het is ook de naam van het hospice in oprichting in Kagen-Brasen. En als dat hospice daadwerkelijk gerealiseerd wordt, dan gaan wij daar ook weer heel nauw mee samenwerken en samen fuseren. Maar voorlopig gaan we dus bij de mensen thuis dezelfde hulp bieden als we altijd al deden. En samen met de mensen in de voormalig Jacobswoude kunnen we de hele Kagen-Brasen bedienen. We staan hier met een kraampje van logopediepraktijk Alkemade. Onze praktijk is gevestigd in het Hof van Alkemade. Wij zijn er voor jong en oud. De jongste patiënt is 0. De oudste was onlangs 95 plus. Wat behandelen wij? Waarom staan wij hier juist op deze 50 plus markt? We staan hier vooral om te vertellen dat logopedie dus niet alleen voor kinderen is, maar ook voor volwassenen en voor ouderen. Onlangs heb ik ook een cursus gedaan, logopedie voor mensen met dementie en logopedie voor ouderen.
We behandelen veel afasiepatiënten, Parkinson-patiënten, mensen met slikklachten, met stemklachten, met communicatieproblemen. Het is eigenlijk heel divers de logopedie. Het leuke van deze markt is dat we allerlei andere disciplines tegenkomen waarmee we van gedachten kunnen wisselen over de zorg voor de ouderen. En dat doen we met veel plezier. Ik ben Caroline Hogerhuis van Kleinoptiek en wij staan hier op de 50PLUS beurs. Natuurlijk met brillen, want wij verkopen brillen, maar wij doen ook aan oogzorg. En omdat wij een oogzorg doen en preventieve oogzorg, staan we hier met allerlei soorten groente en fruit, omdat het zo gezond is en dat is ook zo gezond voor de ogen. In het Tweesmond zijn verschillende aquasporten te vinden. Kom gerust een keer uitproberen. Mijn naam is Tekla Ammerdaan. Ik ben werkzaam voor de Driemaster. De Driemaster zijn drie organisaties. Kwadraat, Weidezorg en Particip. En wij proberen verbindingen te leggen in Kagen-Brasem. Mijn werkzaamheden bestaan als mantelzorgconsulent uit huisbezoeken. Ik bezoek mantelzorgers. Ik kijk wat er aan de hand is. Soms zorgt iemand voor zijn partner. Ik ga dan in gesprek, ik ga kijken welke hulpvraag ligt er. Soms kan het betekenen dat iemand er gewoon eventjes tussendoor uit wil in de week. En dat betekent dat ik ga kijken of ik een vrijwilliger kan vinden. Die zet ik dan in zo'n situatie. En dat betekent dat iemand gewoon een middagje wat tijd heeft voor zichzelf. Bijvoorbeeld kan gaan fietsen een middagje. Of iets anders leuks doen voor zichzelf. Waardoor die even op kan laden en even bij kan komen van zijn mantelzorgtaken. Wat niet onbelangrijk is. Daarnaast hebben we binnen de Driemaster ook de papierwinkel. Daar zijn vrijwilligers waar mensen kunnen komen. Eén keer in de week bij het Hof van Alkemaden. De vrijwilligers helpen de mensen met hun papierwinkel als het ware. Ze kunnen met hun spullen komen. En de vrijwilligers zijn er ook voor getraind. Af en toe kunnen masseren. Dat is een heel belangrijk punt. En zorg voor de doorstroming aan de kant op. Die kant op en die kant op. Voor dienst. Neem gewicht op één been, draai met je heupen en je armen de kant op, zet je voet neer en doe je armen naar voren en weer terug, stap terug. Als het andere been leeg, kan instappen
kan weer uitstappen en dan gaat het goed. Dus het is goed. Thank you.
Betty, hoe is deze dag verlopen? Nou, het was een hele succesvolle dag. We zijn vanmorgen vroeg begonnen met kramen opbouwen. Poel kwam alle kramen brengen en nou, binnen een korte tijd stonden alle kramen. Hebben we overal een nummer opgehangen, wie waar moest staan. En toen kwamen de kraamhouders hun kramen inrichten. Nou, je hebt gezien, het zijn hele leuke, sfeervolle kramen geweest. En om 10 uur kwam al behoorlijk wat publiek binnen. 10:30 is Marina met duofiets naar binnen gefietst, cool. Samen met Toos van Klink. Nou, dat was onder groot applaus, heel gezellig. En toen zijn we met de activiteiten begonnen. Nou, bij de sportactiviteiten vond ik het wat rustig. En ook hier werd het wat minder. Maar in de loop van de middag werd het helemaal gezellig en druk. Er kwam een seniorenkoor optreden. En daarna de gymnastiek. En ja, er was van allerlei dingen te zien. En nou, het was echt een succesvolle dag. Waar we met trots op terug kunnen kijken. Okay. Dus ja. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker wel hoor. Dit gaan we nog een keer doen.